In maart 2020 werd een lezing van mij aan een gerenommeerde universiteit afgezegd. Dat lag niet aan cancel culture. Het was de corona-epidemie die roet in het eten gooide. Anderhalf jaar later contacteerde me een collega van diezelfde universiteit opnieuw. Of ik die lezing misschien dit academische jaar alsnog zou kunnen geven. Alleen het onderwerp, zei hij, de crisis van de islamitische wereld. Konden we daar misschien nog even over spreken? Ik wist toch wel, zei hij, dat er over de vorige keer nogal wat te doen was geweest onder de studenten. Nee, dat wist ik niet. Nu de universiteit net een diversiteitsagenda had aangenomen, zo meende hij, was het misschien niet het gunstigste moment voor dit thema. Ik had toch zeker nog wel een paar andere interessante thema's uit mijn onderzoek waarover ik zou kunnen spreken. Begrijp me goed, zei mijn collega. Als je bij het onderwerp wilt blijven, dan zal ik je daarin natuurlijk steunen. Maar misschien moeten we nu de confrontatie niet onnodig aangaan. Over mijn antwoord hoefde ik niet lang na te denken. Ik behoor nog tot het ouderwetse soort academici die het ongetwijfeld westerse, witte en patriarchale waanbeeld aanhangen dat de universiteit er nu juist precies is om de confrontatie van ideeën aan te gaan. De lezing zal daarom plaatsvinden met het oorspronkelijke thema en de discussie zal worden gevoerd. Dus wat is het probleem? Weer zo'n witte, mannelijke professor met een vaste baan die gaat zeuren als er tegenwind komt? Het probleem is dat het voorbeeld van zojuist een van de zeldzame gevallen is waarin de cancel culture expliciet wordt. Meestal gaat het veel subtieler. Je wordt simpelweg niet uitgenodigd om te spreken over bepaalde onderwerpen. Het aantal lezingen aan universiteiten dat ik in de 3 jaar tijd na de verschijning van mijn laatste boek in Nederland of naar aanleiding van de Duitse vertaling in Duitsland heb gegeven, is op 2 vingers te tellen. En dan tel ik die ene lezing die ik nog moet geven nog mee ook. En dat is definitief een stuk minder dan toen ik me nog wat met minder omstreden onderwerpen bezighield. Bepaalde onderzoeksbevindingen zijn ook steeds moeilijker te publiceren, omdat de ideologie ook het peer review proces, waarbij ingediende papers door collega's anoniem op wetenschappelijke kwaliteit worden beoordeeld, is binnengedrongen. Voor een recent, uiteindelijk gepubliceerd paper over de rol van religieuze bronteksten bij de legitimatie van geweld, kregen we jarenlang afwijzing op afwijzing. Meestal per omgaande post en zonder enige onderbouwing. Dat noemt men desk reject. Het zal er wel een slecht paper geweest zijn, hoor ik sommigen van u al denken. Ja, misschien is dat zo. Alleen schrijf ik dan blijkbaar nooit slechte papers over minder controversiële onderwerpen, want die krijg ik wel zonder problemen gepubliceerd. Maar genoeg over mezelf en mijn eveneens geprivilegeerde peers met een vaste baan als full professor. De echte dreiging van de cancel culture is niet wat het met ons doet. Voor de toekomst van de universiteit en het wetenschappelijk onderzoek, veel ernstiger, is het intimiderende, zelfcensurerende effect dat er vanuit gaat op studenten en jongere academici die nog geen onaantastbare plaats in het hoogcompetitieve academische wereldje hebben. Wat doet het met hen als ze zien dat zelfs gevestigde wetenschappers van racisme, islamofobie en wat al dies meer zij beschuldigd worden wanneer ze zich met bepaalde thema's bezighouden of met bepaalde bevindingen naar buiten treden? Ook die chill factor werkt meestal impliciet en heel subtiel, maar soms wordt ook die expliciet. Zo contacteerde promovendi van mij in Berlijn enige jaren geleden meerdere malen collega promovendi aan een andere universiteit in Duitsland met de uitnodiging om samen een workshop te organiseren over een onderwerp waar toentertijd beide instituten mee bezig waren. Er kwam echter nooit antwoord op die mails. Tot op een conferentie een van de promovendi van de andere universiteit aan een van mijn promovendi toevertrouwde dat hun chef, een zeer gerenommeerde, uit Engeland afkomstige diversiteitsprofessor, hen verboden had om contact met ons te hebben. Meerdere malen hoorde ik ook van jongere collega's die bij mij gepromoveerd zijn of bij mij als postdoc gewerkt hebben, dat hen bij sollicitaties gevraagd wordt wat ze eigenlijk van mijn onderzoek vinden. Tja, wat zeg je dan? Waar zo'n sfeertje van achterklap en intimidatie heerst, hoeft het geen verbazing te wekken dat sommige jonge academici hun vingers liever niet branden aan gevoelige onderwerpen. Zeker niet
als het onderzoek daarna ook nog verkeerde bevindingen op zou kunnen leveren, die je carrière geen goed zullen doen. Toen het bericht was binnengekomen dat het paper over religieuze legitimatie van geweld na een lange leidensweg uiteindelijk voor publicatie was aangenomen, klopte een van mijn toen nog mede-auteurs op mijn kamerdeur en vroeg om een gesprek. Hij had net sinds een jaar een baan als assistent-professor weten te bemachtigen. Een tijdelijke aanstelling natuurlijk, maar, en daar mag je de handjes tegenwoordig al voor dichtknijpen, tenure track, wat betekent met uitzicht na een evaluatie op een vaste aanstelling. Het speet hem heel erg, zei hij, maar ik moest begrijpen, hij had net een kind gekregen en ik wist toch wel welke mensen waarschijnlijk aan zijn universiteit over zijn vaste aanstelling zouden beslissen. En wat die zouden vinden van een paper waarin een verbinding tussen religie en geweld wordt gelegd en dan wel in bijzonder sterke mate, daar konden wij niks aan doen, dat was de bevinding, onder moslims. Of zijn naam misschien van het paper af kon. Het woord cancel culture doet vermoeden dat het probleem vooral uit het afzeggen van geplande lezingen of het ontslaan van aangesteld personeel zou gaan. Dat komt voor, maar dat soort expliciet en openlijk cancelen is zeldzaam. Zoals de socioloog Stephen Lookes lang geleden al duidelijk maakte, is die zeer directe vorm van macht vaak niet de meest werkzame. Macht wordt ook uitgeoefend door niet-beslissingen, non-decisions. Ongegeven lezingen waarvoor nooit iemand werd uitgenodigd. Ongelezen papers die niet gepubliceerd werden. Onderzoeken die niet gefinancierd werden. Prijzen die niet werden uitgereikt. Promotiestipendia die niet werden toegekend. Enzovoorts. Uiteindelijk voert de inperking van het zegbare tot de inperking van het denkbare. En dat is wat Lookes het derde gezicht van de macht noemt. Wanneer bepaalde vragen niet meer gesteld en bepaalde antwoorden niet meer gegeven worden. Wie niet wil dat het zover komt, moet weerstand bieden aan hen die niets liever willen dan dat het zover komt.